Major Rajubola is de nieuwe waarnemend directeur bij de kustwacht. Hij neemt over van Jerry Slijngaard. De protocol van overdracht werd in bijzijn van de minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somaharjo, en visa-directeur Eska Nasir, ondertekend. 7 jaar geleden ben ik aangesteld als directeur bij de kustwacht. Gaat nou beter, horen jullie me beter? Ja? En op dit moment is het moment dat ik dus het stokje, het roer, om in de termen van de kustwacht te blijven, zal overdragen aan wat ik noem een capabele persoon, waarvan ik weet dat hij met de inzet van u allen de zaken zal kunnen dragen. Ik ben blij dat ik een bijdrage heb mogen leveren bij het ontstaan van de kustwacht. En ik ben daar heel erg dankbaar voor. En ook dankbaar aan de mensen die al die tijd mij hebben ondersteund. We zijn gegroeid van niet bestaan tot wat u vandaag ziet. Een trotse eenheid die zelfstandig kan opereren. Het is niet eenvoudig geweest. We hebben de nodige perikelen hebben we gehad en hebben we gekend. Men heeft zeer sterk geprobeerd om de kustwacht haar bestaansrecht te ontnemen. Maar zoals de slogan van de kustwacht gaat, koersvast zijn we geweest en zonder vrees. Op 1 september jongstleden is het precies 7 jaar geleden dat de kustwacht in het leven werd geroepen. Het begon allemaal met een grasveld aan de Cornelis Jongbouwstraat. Slijngaard blikt tevreden terug op zijn directeurschap. Hij gaf aan dat er een grote taak is weggelegd voor de kustwacht, namelijk het bewaken van de rijkdommen van Suriname binnen onze territoriale wateren. De kustwacht zal zich dienstbaar blijven opstellen, maar aan de andere kant staat het als een paal boven water dat de kustwacht vanwege financiële middelen moeizaam in staat is de operationele diensten uit te voeren. De kustwacht kijkt uit naar een goede samenwerking met de minister en de directeur van BISA om een gefaseerde verstandhouding en de verscheidenheid aan issues bij de kustwacht als één team naar grotere hoogten te voeren. Dit in gedachten hebbende heeft de kustwacht reeds voorstellen in concept voor mogelijkheden voor het legaal genereren van inkomsten voor verdere financiële verstandhouding om zodoende de druk op de staatsbegroting te doen verminderen. De eerste stap naar het zelfvoorzienend gedachte, welke één van de doelen is geweest bij de opzet van de kustwacht, zal er naartoe leiden dat de operationele diensten effectiever en efficiënter uitgevoerd kunnen worden in het maritieme gebied ten behoeve van de aldaar opererende samenleving, maar in het bijzonder voor de Surinaamse samenleving. Ik wil de staf en de medewerkers van de kustwacht bedanken voor hun inzet in de afgelopen periode. Wij hebben goede momenten gekend, maar ook momenten waarbij het leek alsof het niet zo goed ging. Deze momenten moeten we koesteren, omdat ze bijdragen aan de saamhorigheid van de organisatie. Wij gaan met vereende krachten verder met de opbouw van de kustwacht. Ik ben dankbaar voor dit team en dat zeg ik vandaag ook. Wij staan open voor elkaar en aldoende leren wij. Grand Tangi, koers vast en zonder vrees. Kustwachters, mensen zullen zich afvragen waarom de kustwacht valt onder BISA, onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het is omdat jullie een civiel rechtshandhaving positie hebben. Ik ben blij dat jullie onder BISA vallen. Jullie zijn dus niet alleen kustwachters, maar ook BISA'nen. Ik ben blij jullie onder mij te hebben en ik hoop dat jullie ook blij zijn met het ministerie. Wij als ministerie zullen er alles aan doen zodat jullie taken goed kunnen vervullen. Ik als minister met mijn staf
ben voor jullie individueel altijd bereikbaar. Jullie kunnen oversteken, jullie kunnen me via de chat bereiken. Volgens mij heeft iedereen ook mijn telefoonnummer om terug te komen. Wij als ministerie gaan er alles aan doen, zodat jullie jullie taken goed kunnen uitvoeren. Ik weet dat geld, jullie weten dat geld nu een probleem is. Ik hoorde net muziek in mijn oren dat er plannen zijn om geld zelf te genereren. Laten we dat allemaal bekijken. Maar zaak is dat jullie als kustwachters een belangrijke taak op jullie hebben. En die taak gaan jullie nu samen uitvoeren met de nieuwe directeur. Directeur, door meneer Slijngaard, door kolonel Slijngaard is de lat hoog gelegd. U weet, er was hier niks, er was alleen maar gras. Kijk hoe het er nu uitziet. Dankzij jullie en dankzij de bezielende leiding van kolonel Slijngaard is het zover gekomen. Zorg ervoor dat het nog beter gaat worden, nog groter gaat worden, nog sterker gaat worden onder leiding van waarnemend directeur Bolla. Dat wanneer we hier over een jaar staan, over twee jaar, dat we zeggen, ai, het is een goede keus van ons geweest om de directeur als waarnemend aan te stellen. Het is een goede keus van ons geweest om de kustwacht onder BISA te laten vallen. Het is een goede keus van ons geweest om meneer Slijngaard het begin te laten oprichten. Dat allemaal over een jaar dat we hier staan en zeggen, ai, we hebben het goed gedaan en we gaan verder naar nog grotere hoogtes. Ik wil u bedanken voor uw aandacht en ik hoop jullie gauw weer te zien.